Universiteit van Nederland. In 2022 kregen meer dan 15.000 Nederlanders borstkanker. Daarmee is de ziekte een van de meest voorkomende kankersoorten. Hoe eerder je borstkanker ontdekt, hoe beter. Daarom is het belangrijk om je borsten vaak te checken. Hoe je dat doet en hoe je de ziekte behandelt, vertel ik in deze video. Jezelf checken op borstkanker kan door te voelen en door te kijken. Dat laatste is erg belangrijk, maar veel mensen weten dit niet. Als je je borsten inspecteert door te kijken, let dan bijvoorbeeld op aanhoudende huidsveranderingen. Zoals schilferende huiduitslag, dikke aders, kuiltjes of deukjes in de huid, roodheid of een sinaasappelhuid in plaats van een gladde huid. Ook kan je kijken naar een verandering in vorm of grootte van de borst. Of er vochtverlies is via de tepel en of er sprake is van een ingetrokken tepel of sferen op of rond de tepel. Na het kijken komt het voelen. Voel met zachte, draaiende bewegingen elk gedeelte van je borst van buiten naar binnen. Het is belangrijk om helemaal tot aan je sleutelbeen en oksel te voelen. Je kan het beste de regel van 3 aanhouden. Gebruik minstens 3 vingers om 3 belangrijke plaatsen te controleren. Je volledige borst rond, je tepel en onder je oksel. En doe dit ongeveer 3 minuten. Let bij het voelen op pijn in de tepel, 1 of meer bultjes, een hard knobbeltje of een verharding ergens in de borst. Herken je een symptoom? Ga dan niet meteen van het ergste uit. Het hoeft niet per se borstkanker te zijn, maar laat het wel even controleren door je arts. Heb je borstkanker? Dan zijn er meerdere behandelingopties. Als het kan, wordt de tumor operatief verwijderd. Daarna, of als dat niet kan, is hormoontherapie of chemotherapie een optie. Hierbij gaan medicijnen via de bloedvaten naar de kankercellen. Zij maken de kankercellen kapot. Chemotherapie kan effectief zijn, maar het vernietigt vaak ook veel gezond weefsel. Het is namelijk niet specifiek gericht tegen de kankercellen. Een belangrijke behandeloptie voor borstkanker is hormoontherapie. Is de kankerhormoon gevoelig, dan krijg je medicijnen die de aanmaak of de werking van bepaalde hormonen remmen. Bij hormoongevoelige borstkanker is hormoontherapie geen optie, maar andere behandelingen zoals chemotherapie wel. Verder is bestraling of radiotherapie ook een behandeloptie. Je krijgt dit vaak in combinatie met hormoontherapie, chemotherapie of een operatie. Bij radiotherapie bestraal je de tumor van buitenaf. Dit wordt ingezet als de tumor op 1 plek zit en niet is uitgezaaid. Samen met andere onderzoekers werk ik aan een andere behandelvorm, theranostiek. Een samentrekking van de woorden diagnostiek en therapie. Hierbij gebruiken we radioactieve stoffen gericht tegen eiwitten die vooral voorkomen op kankercellen. Hiermee kunnen we de kankercellen opsporen en ze vernietigen. Deze specifieke eiwitjes zijn soms moeilijk te vinden. Ook kunnen ze verschillen per kankersoort of tussen de verschillende subtypen van een kankersoort. Hoe werkt dat precies? Hier zie je normale cellen en kankercellen met eiwitten. Voor de behandeling maken we een stofje radioactief. Dit noemen we een radiotracer. Dit stofje bindt specifiek aan de eiwitten op de kankercellen. Zie het als een sleutel die in een slot past. Omdat deze sleutel alleen past op het slot, of het eiwit, dat voorkomt op de kankercellen en niet op de gezonde cellen, wordt de radioactiviteit specifiek geleverd aan de kankercellen. De gezonde delen van het lichaam worden dus gespaard. Voor borstkanker hebben we zo'n specifiek eiwitje gevonden, dat bijna alleen op de kankercellen zit. Een ander voordeel van theranostiek is dat je met de radiotracers de tumoren ook zichtbaar kan maken. Met behulp van een scan kun je de tumoren in beeld brengen. Je kan dus de kanker in het lichaam detecteren, de kankercellen specifiek bestralen en achteraf controleren of de behandeling effectief was. Deze voordelen zijn niet of minder aanwezig bij andere behandelingen, zoals chemotherapie. Het uitdagende aan theranostiek is dat het alleen werkt als je een eiwit vindt dat voornamelijk voorkomt op de kankercellen en niet op de gezonde cellen. Is dat wel het geval, dan zullen de gezonde cellen ook beschadigen. Het is dus belangrijk om te beseffen dat deze techniek alleen werkt als het eiwitje voorkomt op de borstkankercellen. 1 op de 7 vrouwen krijgt ooit in het leven borstkanker. Check je borsten dus goed op symptomen, door te voelen en door te kijken. En heb je borstkanker, dan zijn er veel behandelingsopties mogelijk. Allemaal met eigen voor- en nadelen. De behandelvorm theranostiek voor borstkanker zit nu nog in de testfase. Maar het is straks hopelijk een nieuwe behandeloptie voor borstkankerpatiënten, die de ziekte nog specifieker kan detecteren en behandelen. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan. Gezellig. Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. Hoe kun je daarmee levens redden? Ik ben Marjolein, bioloog, en ik leg het je uit volgende week.
Universiteit van Nederland.